Hallo kijkers en welkom aan een groep nieuwe stof. Mijn naam is het nieuwe Reugel. Ik ben nog niet wakker. Ja, en het is vandaag echt waar. Hé, weer, kijk maar. Wat een weer. Top. Hier moet ik mee vertrekken naar mijn schatje toe. Ik ga haar halen. Voor iets op te rappen op die grond doet nog altijd weinig pijn. Amai, top. Nee, niet top. Allee, ik ga eens naar buiten toe. Een nothoekje. Of nee. Mijn portefeuille. Natuurlijk, want ik heb rijbewijs nodig. Mijn broekje te goed optrekken. Ja, wacht hè. Nee, dat is zo niet. Dat was iets anders dan zwart. Ah, hier is mijn rijbewijs. Voilà, ça. In mijn pocket. En ik ga het wel vertrekken. Ik heb gezegd tegen haar 10 minuten, maar... Ik hoop dat ze mensen te goed wakker worden. Echt niet te goed voor mij voor vandaag. Ah ja, ik moet ook nog elke app nog installeren. Dan weet ik ook wanneer dat vuil ophaal is. Noem maar op. Het heeft deze nacht ook goed geonweerd. En gebliksemd. Blijkbaar ook in Sint-Truiden. Want daar is een wolkbreuk. Heeft er een wolkbreuk plaatsgevonden, heb ik gelezen. In het Belang van Limburg. Ja. Heel veel sterkte aan de mensen die het moeilijk hebben of wat materieel schatten hebben. Dat is weer al een gekuis tot en met. Kelders die onder water zijn gelopen. En nu is het terug gewoon zacht buiten. Rond 21, 22 graden. Dan nog tanken. Kan zijn dat ik terug naar binnen moet. Hopelijk niet. Ja, of toch wel. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo, hier bij de kinesist aangekomen. Hier in de wachtzaal. Zelfs is het aan mijn beurt. Ik was nog even zo aan het kijken hier om mijn gsm, maar jammer genoeg zit ik hier in een bunker. Dus heb ik totaal, zeg maar. Zet je wifi aan. Ik heb hier wel 4G netwerk, maar niet genoeg. Ik wil proberen laten te focussen. Lukt niet. Dus ik heb geen wifi. Jammer genoeg. Dus ik ben er wel een paar... Ik weet niet hoe het is gekomen dat ik in een pretpark vibes ben terechtgekomen om dat te doen. Misschien binnenkort ook terug wat Eurotruck Simulator spelen 2. Nog eens wat ritjes doen, want dat is ook weer al lang geleden. Ah ja, de komende evenementen hier X-Lan 27, 28 en 29 september 2024. Deze gaat door in de OC De Brug in Nieuwerkerken. Alle informatie vind je terug op www.xlan.be.
Dan de volgende evenement waar dan ook nog op staat is. Jawel, hier komt het nu, hier komt het. CU-LAN. CU-LAN gaat door op 8, 9 en 10 november 2024 in Gerardsbergen. In de Spiraal in Gerardsbergen. Dus als je nog daar aanwezig wilt zijn, de tickets kun je altijd vastkrijgen op www.cu-lan.be. Dus allen daarheen, 8, 9 en 10 november 2024. Enjoy. Valesse. En dan hoop ik dat ik nu zelfs wel aan de beurt ben. Hier lig ik dan bij de kinesist. Mijn rug wordt helemaal gedaan van onder, dus doet een klein beetje toch nog altijd pijn hoor mensen. Dus ik zie het nog wel altijd af. Tot later allemaal, tot straks. Niet het. Goeiedag allemaal, ik ben terug van de kinesis. Ik ben, hè. Wat bedoel ik ermee? Ik voel me niet 100%. Ik heb nog altijd rugpijn. Maar ja, dat pakken we er allemaal erbij. Dan is even kijken, ik heb nog iets echt nodig. Dat is de knip. Wat noemen ze zoiets? De knip. Schaar. Goed zo, de schaar. Ik ben niet klinken. Nee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, nu zijn al de lichten aan. Ja, 3 keer 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. 3 maal 3 maal is 9. Ik ga mijn laptop erbij pakken. Voor familie. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Zal ik de hand op gaan halen? Oh man, ik sta opstaan, dat is toch. Ik wil dat ook wel doen, maar nu stond jij al op. Ja, ja. Ik vraag niet of ik dat wil. Ik weet dat je dat wilt. Het leven is soms voor te rappen. Voor te rappen. Rappen bier steken. Dan. Dus mijn oplaaier, mijn stroomkabel, mijn laptop. Ja, dan is het eigenlijk niet vrijgemaakt. Eens even kijken, dit naar hier, dit naar mijn computer, dit naar mijn computer, dit naar mijn computer. Dit op de stoel. Duvel op de stoel. Voilà. Dan dit ook nog op de stoel. Op de tafelke. Dit kan op, even op de stoel. En smakelijk, schat. Dankjewel voor dat tegen te houden. Laat het aan. Dank u. Dan nog de stroomkant zien te vinden. Ja, en dan nog naar de stroom toe gaan. Dit dan insteken. Nu wil het alles niet aangaan. Ik zie het ondersteboven erin, dames en heren. Ik zie het echt ondersteboven erin. Maar die wordt niet aangaan. Ik moet ze nu opnieuw drukken. Huh? Ja, nu is hem aan. Nu. Mijn dingen gewoon gooien. Dat ga ik eten, dames en heren. Kellogg's. Ja, ik weet het, mensen. Ik weet het. Ik ben een chocofreak. Weet je dat? Als iemand ooit mij een plezier kan doen om eens naar een soort chocoladefabriek mee te loodsen,
Gewoon doen. Mij aanspreken, zeggen van kom maar eens langs in onze chocoladefabriek. Dan zie je eens echt eens hoe chocolade eens wordt gemaakt. En ook natuurlijk dat ik mag filmen, hè, mensen. Dat wil ik dan wel op de vlog gooien. Ik dacht dat ik... ...ging opzetten. Ik was op u aan te wachten, want ik dacht... ...dan kan hij wat ik doen. Valessa, persoon 1. Psycho TV natuurlijk. Dan VTM. Enter. Aanmelden. Het is echt spannend hoor, in familie. Het is echt zeer spannend. Dan gaan we naar onder toe. Naar het dus gezicht. Ik ga jullie eens even meenemen. Kijk maar naar de VDM Go website. We gaan u eens meenemen naar onder toe. Cillian ziet je als filmpje erop spelen. Oei, ik zit wel te ver. Nee. Die meldingen, hè. Mensen, die meldingen. Ik krijg daar iets van. Dat er zoveel dingen vernieuwd zijn. Zeg als je familie ziet, hè. Ja, familie, daar in het hoekje. Dan gaan we het terugklemmetje naar onder toe. En daar is de laatste aflevering. Ik zal zeggen, we gaan eens even kijken naar familie. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Mensen, 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 ik ga je één ding zeggen, het is mijn dag niet. Dat is echt mijn dag niet. Het is mijn dag niet. Ik dacht dat ik ook vandaag nog één tuinslakken heb gemaakt. Die ga ik dan hier achterin steken, of als ik die er al tussen, ik weet het gewoon niet. Dus voor mij vandaag dit teken. Kill teken. Ik ben dus ook naar de kinesist gegaan. Daar heb ik dus ooit zo rond moeten lopen. Lopen dan niet, in een kamer. En toen kreeg ik ook wat massage op mijn rugstreek. Maar ik heb je ineens, dat deed ontzettend, ontzettend, ontzettend pijn. Ik hoop dat die pijn heel snel weg is. Heel snel. Ik wil terug met een oude worden. Met een oude. Maar dat lukt niet. Dat lukt niet alleen. Nee, dat lukt echt niet alleen. Ik zie zo af. Zo af van de pijn. Zo af van de lijdensweg. Dat het niet meer leuk is. Nee, dat is echt niet meer leuk. Ondertussen passeer ik de kast. Waar de begeerde briefjes ook liggen. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Ik kan nog wel 6 trivia vragen stellen. Naar welk stadje op het uiterste zuidpuntje van Zuid-Amerika werd een avonturenprogramma en een merk van douchegel genoemd? 5, 4, 3, 2, 1. Ushuaia. Dus hoe schrijf je het? U-S-H-U-A-I-A. Oké. Welk Europese prinses verloor haar hart aan een olifantentemmer en palmde met haar kinderen zijn caravan in? 5, 4, 3, 2, 1. Stefanie Grimaldi,
prinses van Monaco. Dan weten we dat ook al. Welke spotnaam bedachten de zuidelijke voor de noordelijke Amerikanen? 5, 4, 3, 2, 1. Yankee. Dus Yankee. Yankee. Met welke letter begint de naam van elke show in Parijse Moulin Rouge sinds 1963? 5, 4, 3, 2, 1. De letter F. In welke twee hoofdcategorieën is ons dierenrijk ingedeeld? 5, 4, 3, 2, 1. En dat is gewervelde en niet gewervelde dieren. En nu de laatste. Bij welke ploeg tekende Sven Vermand in 2001 een contract in navolging van Mpenza, Wilmots en Van Kerkhoven? 5, 4, 3, 2, 1. Schalke 2004. Voilà, Sam. Dat waren de Trivium Pursuit vragen. Dus hopelijk hebben jullie het er weer van genoten. Ik ga nu rusten. Naar mijn rug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of iets anders op mijn YouTube kanaal. Voor de rest zeg ik als altijd. Yo, 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 yo.